Ik ben Noor Fiets, wereldkampioen in vijfkamp met een Belgisch record en een persoonlijk record in het verspringen van 6,60 meter. Dag Noor, hoe is het mee? Hey, dag Elodie. Goed. Zeg, Noor, je bent allround, hè, want je bent meerkampster. Maar is het zo dat je van in het begin van je carrière eigenlijk altijd alles hebt gedaan of heb je omgeschoold tot meerkampster? Nee, vanaf dat ik begonnen ben op mijn 7 jaar heb ik echt alle disciplines gedaan en dat is zo gebleven. Ja. Dus. En wat is dan uw sterkte in die meerkamp? Ja, ik ben een beetje loper, springer. Dus vooral de springnummers en loopnummers zijn mijn sterktes, denk ik. Ja. Wilt je ooit, zoals bijvoorbeeld Tia Hellebout, omscholen en gewoon één discipline gaan doen? Dat je zegt van, oké, ik ga dat zo lang mogelijk doen als ik kan, die meerkamp. En dan de laatste 10 jaar, van mijn 30 tot mijn 40, ga ik alleen horden lopen. Nee, ik denk het niet. Ik vind het gewoon superleuk om zo alle verschillende disciplines te doen. En ja, ik denk dat ik gewoon wil blijven meerkampen. Ja. Dus Noor, jij springt echt tot hier, 6,60 meter, wat dat echt waanzinnig ver is. En denk je soms van, ja, als ik hier een paar mensen zou leggen, de mobiloom, ik zou daar los over springen? Ja, ik heb zo wel thuis al eens in de woonkamer afgestapt en dan denk je echt, maar wat? Maar zo in de zandbak lijkt dat niet zo heel ver. Allee, ik weet niet hoe. Maar als je dat inderdaad zo afstapt, gewoon buiten een atletiek, is dat wel echt ver. Wat doet je eigenlijk allemaal voor die ultieme sprong? Want ik denk dat mensen gewoon denken dat dat is aanlopen, springen. Maar daar komt toch veel meer bij kijken. Ik denk wat dat heel belangrijk is, is je acceleratie en snelheid. Ja. Dus daar trainen we wel vrij regelmatig op. Dus je loopt eigenlijk heel vaak om ver te kunnen springen. Ja, je moet snel kunnen lopen, ja. Dus, maar snel moet je ook kunnen lopen voor de horde, ja. Voor de sprint. Dus dat ja, trainen we wel heel regelmatig. En dan is het nadien dat proberen omzetten in de verspringbak. Kenor, verspringsters zonder elkaar. Het begint dus met de aanloop. Ja. Hoe bepaalt je een aanloop? De meeste doen dat met meter, maar ik doe dat nog altijd met voetjes. Ja. Je hebt tijd genoeg dan. Ja, ik weet niet. Dat is, ja. Gewoon. Veel betrouwbaarder dan de meter. Als ik geen meter mee heb, heb ik mijn voeten altijd. Dus. Hey, dat is goed. Voilà. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En dat doe je in 19 passen. Maar dan moet je toch eigenlijk al kijken, dat moet al zo vertrekken bijna. Ik vertrek echt mijn grote passen. Mijn eerste, ik verdeel mijn aanloop eigenlijk in 9 passen. 4 passen, 6 passen. 9 passen echt grote passen en duwen en laag blijven. 4 passen mooi recht lopen en dan 6 passen blijven versnellen naar de plank. En is dat niet gewoon handiger om u in starthouding te zetten en gewoon keihard te lopen naar die balk? Ja, nee, je moet zo echt die versnelling hebben. Als je in het begin al volle mak gaat, gaat je niet op het einde op je snelste zijn. Ja. Maar gaat je misschien al beginnen vertragen. En het is echt belangrijk dat je dat snelste punt daar helemaal is aan de plank. En kijkt jij naar de balk? Nee, eigenlijk niet echt. Allee, misschien zo een klein beetje. In het maar begin zo wat, ja. In het begin kijk ik naar de grond. Ah, ja. En dan kijk je vooral recht voor je, maar je ziet zo wel in je ooghoeken de plank een beetje dichter komen. Ik beeld me nu in dat je echt mega grote passen aan het doen bent. En hier is het heel belangrijk dat je juist op de balk zit. Ja, ik weet niet. Als je voelt dat je de plank hebt, je hoort dat zo wat. Ja. En je krijgt zo precies zo een extra, ik weet niet, iets extra zo. Terwijl als je voor de plank zit, je krijgt gewoon niet die extra vering. En dan komt die, uw vlucht, uw zweven. En wat mij opvalt is, daar heb je verschillende technieken. Echt. Je hebt mensen die dat dan lopen, je hebt mensen die hangen. Ja, ik doe nog een andere techniek. ik blijf gewoon zo in de lucht eigenlijk. En dan op het einde doe ik mijn voeten naar voren. Dus je hebt 3 technieken. Dus de Noor, dan doen we deze. Ik weet de naam niet. Ik weet dat Carolina Kluft dat ook deed. Maar ja, maar ik kan wel opzoeken. Dus als er geen naam is, dan noemen we dat vanaf nu de Noor. Ja, de Memorial, dat is natuurlijk een thuismatch voor u. Er komt heel veel volk kijken, speciaal voor Noor.
En wat is het doel daar? Ja, ik ben heel blij dat ik het verspringen mag meedoen. Dat is heel fijn. Mijn doel, gewoon genieten, denk ik. 7,52. Zot. Nee, gewoon mijn best doen.